In deze aflevering bij mij te gast twee fractievoorzitters. We gaan het hebben over woningbouw en over de plannen van de gemeente Boksel om circa 50 hectare aan zonneparken aan te leggen. Welkom bij Dommeland Live. Bij mij aan tafel is Stefan de Nijs, fractievoorzitter combinatie 95. Daarnaast Wiebe de Leijer, fractievoorzitter van D66, de oppositiepartij en een coalitiepartij. Allereerst over de zonneparken. Onlangs heeft de gemeente een update gegeven betreffende de realisatie van zonneparken in Boksel. Het plan is om 4 grote velden aan te leggen. Hoe staan jullie daar tegenover? Nou, Boksel, ja, trouwens, de hele wereld heeft natuurlijk een bepaalde opgave om meer duurzame energie op te wekken. En ja, energie is ontzettend belangrijk voor onze welvaart. Alleen we kunnen niet fossiele brandstoffen blijven verstoken. Sowieso is het op een gegeven moment op. En het geeft natuurlijk te veel vervuiling en CO2-uitstoot. Dus we moeten daar ons steentje aan bijdragen. En eigenlijk hebben alle gemeenten in Nederland afspraken gemaakt dat ze een bepaald deel qua groene stroom gaan opwekken. En dat doen ze dan in de regionale energiestrategie, vaak afgekort tot RES. Ja. En Boksel heeft daar ook dan een bepaalde opgave en dat is vanaf 2030 80 miljoen kilowattuur groene stroom opwekken. Dat is dan wel wat. Dat is heel wat, ja. Dat klopt, ja. Ja. En nou ja, dat is ook een flinke opgave. En die zonnevelden die je net noemde, die 48 hectare, die is nog niet eens voldoende om die 80 miljoen op te wekken. Dan moet er eigenlijk nog zo'n tender bij of een aantal windmolens. Wat is een tender, sorry? Een tender is een zeg maar soort uitvraag aan marktpartijen om met plannen te komen om zonnevelden te realiseren. En daar zitten allerlei randvoorwaarden aan. Het moet netjes ingepast worden, biodiversiteit moet toenemen. Burgers moeten minimaal voor 50% mede-eigenaar worden. Dat soort dingen zitten er allemaal aan. Burgers moeten minimaal voor 50% mede-eigenaar. Ja. Kun je dat uitleggen? We hebben afgesproken dat we je en jij mogen zeggen. Ja, ja. Nou, het is dus als je commerciële partijen in huis haalt, die willen dat heel graag doen, want ze verdienen er heel veel geld aan. Het is natuurlijk fijner als onze eigen inwoners ervan mee profiteren. Dus een onderdeel van die tender is, van die criteria van die tender is, dat er minimaal 50% particulier eigenschap vanuit eigendom is, ja, vanuit, ja, de inwoners. Ja, ja. En hoe staan jullie er tegenover? Nou, wij onderschrijven ook wel dus die opgave om te verduurzamen in de energietransitie. We zien ook wel dat tussen beleid opstellen en echt uitvoeren zit een behoorlijke tijd in. En waar we nu tegenaan lopen is dat het elektriciteitsnet gewoon niet op tijd verzwaard kan worden. Dus we moeten ons ook realiseren dat de ambities die we nu opstellen voor 2030 echt afhankelijk zijn van of we het elektriciteitsnet op tijd kunnen verzwaren. Dus hier is het ook de vraag of die zonneparken die we nu plannen, als ze dadelijk gerealiseerd zijn, überhaupt wel aangesloten kunnen worden. Ja, dus ik hoor een bepaalde zekerheid en bij jou toch een twijfel. Ja, het is toch wel een twijfel en dat is ook wel lastig, want zoals Stefan zegt, zo'n tenderprincipe, dat is wat we vaker toepassen en bijvoorbeeld dat eigendom, ecologische inpassing en al dat soort kaders, dat geven we als gemeenteraad mee. We stellen eigenlijk eerst kaders vast en dat doen we vaker bij tenderprocedures en vervolgens... Wat bedoel je precies met we stellen kaders vast? Ja, dus ander woord randvoorwaarden, ja. Maar dan zeg je bijvoorbeeld het college mag beleid verder gaan uitwerken en dus een tender gaan uitschrijven, maar die tender moet minimaal deze voorwaarden hebben. Dus dat hebben we bij huisvesting arbeidsmigranten ook gedaan. Dus daar hebben we bijvoorbeeld een straal rondom het industrieterrein gekozen. Dus je stelt gewoon brandvoorwaarden vast en bedrijven die inschrijven, initiatiefnemers, die moeten aan die, en daar wordt op getoetst of het daar binnen daaraan voldoet. Ja, bij de zonnevelden ligt het nog iets anders, want daar zijn een aantal criteria opgesteld. En degene die het beste scoren, want er waren 10 aanmeldingen. Ja. En daar is, er heeft een werkgroep, WUBBB, die heeft ernaar gekeken. En die hebben de beste eruit gevist. En die doen er het beste voor dat er cofinanciering komt, dat er biodiversiteit komt, dat soort dingen. Ja, dus inschrijven, als je binnen de kaders aan de kaders voldoet, is het geen garantie dat je wordt gekozen. Alsnog heb je gewoon dus competitie en worden dus gewoon de beste gekozen. Dat is inderdaad zo. Arbeidsmigranten was er maar 1 inschrijver, dus dan is dat anders. Dat is niet waar. Ja. Dat is niet waar, er waren er meer, maar er was er maar 1 die aan de criteria voldeed. Ja, dat is een heel verschil. 1 voldoet aan de criteria, bij zonneparken is het anders, zijn er meer die voldoen aan de criteria, maar een aantal zijn het beste. Ja. En, maar wat en daar is het beste dan? Het aantal zijn het beste?
Die halen de hoogste rapportcijfer. Hoogste score, ja. Waarin? Dat is een soort. Ja, die verschillende criteria die opgesteld zijn. Oké. Ja, en dat is dus. Maar het lastige bij tender is, en zeker als je bijvoorbeeld ook de politiek niet zo intensief volgt. Kijk, een tender zegt het al, je hebt heel veel inschrijvers en dat zijn concurrenten van elkaar. Dus die inschrijving is niet zomaar openbaar. Dus waar jij voor inschrijft, met welke voorwaarden, welke locatie je op het oog hebt, dat is voor de uitslag van de tender nog niet openbaar. Want dan speel je concurrent in de kaart, dat is ook logisch. Maar daardoor kan dus wel het gevolg zijn dat ja, als de uitslag van zo'n tender er is, dan komt dat in het nieuws, dat wordt bekendgemaakt. We hebben een aantal partijen geselecteerd en dat zijn dan ook die locaties. En dan is het dus heel belangrijk, dan krijgen dus ook omwonenden voor het eerst te horen van er komt waarschijnlijk een zonnepark bij mij in de buurt, want een initiatiefnemer heeft een tender gewonnen voor die locatie. En dat maakt een tender als instrument bij wel alle een lastige. De inwoners al zich altijd het gevoel hebben dat ze te laat zijn. Ja. Van ik ben niet tijdig voorgelicht. Ja. En ik mag dus alleen, nog over een paar kleine randvoorwaarden meedenken. Ja. En dat is. En dan hebben we het ook over participatie. En dat is altijd een worsteling geweest hoor. Want nog steeds, en daar proberen we ook stappen in te zetten om participatie te verbeteren. Want bij sommige onderwerpen lenen zich daar ook meer voor. Kijk, als een gemeente een kleine aanpassing aan een weg doet, dan gaan ze niet alle buurtbewoners laten meepraten over die aanpassing van die weg. Of nee. Hoe die vluchtheuvel er precies uitziet. Dus sommige onderwerpen die lenen zich meer voor een brief sturen en informeren. Ja. Anderen wil je echt dat mensen mee kunnen praten. En ja, als iets al voor het gevoel van heel veel mensen eigenlijk al de kogel door de kerk is, dan heb je dus het gevoel dat je eigenlijk langs de kant staat. En dat speelt bij zonnevelden ook wel volgens mij. Ja, om even op die arbeidsmigranten terug te komen. Ik heb dan zelf vergeleken van, nou, je woont in een huis en er komt een lantaarnpaal voor je huis te staan. Voor de voordeur of voor het raam. Maar je mag dan meepraten of die voor de voordeur komt of voor het raam. Maar hij komt er sowieso. Ja, maar komt. Ja. Dus ja. Hoe is dat nou te voorkomen? Waarom kunnen we nou niet naar een eerder proces gaan? Die mensen best wel zeggen, nou ja, ik vind het prima dat die zonneparken er komen. Of een aantal lantaarnpalen in onze straat. Maar laten we dan samen beslissen hoeveel en waar ze komen. Nou, dat is natuurlijk lastig. Kijk, daar hebben mensen ook wel om gevraagd om al die 10 inschrijvingen bekend te maken. Maar dat is natuurlijk, dat is van tevoren ook tegen die initiatiefnemer gezegd, dat alleen de winnende bekend zouden maken. Want anders krijg je natuurlijk ook veel meer onrust, nog meer onrust. Want dan denken ze, ja, dat zijn natuurlijk de volgende. Hè? Dus, Ja, want 50 hectare is in principe pas het begin. Hè? Want volgens mij is het 250. Ja, dat ligt er een beetje aan de verhouding. Kijk, als je meer voor wind kiest, dat is nog niet bekend. Maar, dus ja, precies, als je nu verliezende inschrijvers bekend maakt, maar er komt nog een tender voor meer zonnevelden in de toekomst, dan. Maar ik denk dat voorlopig eigenlijk van de baan is, maar dat. Nou, kijk, met de landelijke regelgeving die eraan komt, of er al is, die maakt het in feite ook een stuk lastiger. Daar moet je echt gecombineerd landgebruik gaan doen. Dus bijvoorbeeld weilanden waar verticale zonnepanelen staan, waar dus gewoon koeien tussendoor kunnen. Of zonnepanelen boven zakken. Ja, want het vorige kabinet heeft eigenlijk een rem gezet op de aanleg van, kun je er iets over vertellen, van de zonnevelden? Ja, dus ook gegeven vanuit dat we gewoon in Nederland gewoon heel schaars zitten qua ruimte, is eigenlijk enkelvoudig gebruik van de ruimte voor één functie. Alleen zonnepunten? Eigenlijk helemaal niet gunstig, want we hebben gewoon, ambities op, we hebben een groot woningbouwtekort. We hebben heel veel vee, waar we eigenlijk grondtekort voor hebben, ook voor mest uit te rijden en dat soort dingen. We hebben een wateropgave, we moeten heel veel wateropslag creëren omdat we geen overstromingen willen, dus water moet ruimte krijgen. Dus we hebben op heel veel verschillende vlakken hebben we een ruimtevraag. En om dan dus zonnevelden aan te leggen en dus onze schaarse ruimte eenduidig te gebruiken. En dat is dus waar jij wel naar linkt, als je dus in ieder geval het kan combineren met bijvoorbeeld een agrarische bestemming, dan heb je al een dubbel bestemming. Ja, maar die ruimte, ja, kijk, in Nederland van de grond, de Nederlandse grond is 70% is agrarisch gebruik. En daarvan 2/3 is voor veevoer, dat is gras en mais. En hij zegt het net zelf al, we zullen vanwege die stikstofopgave, zullen we toch een beetje moeten krimpen in vee. Ja. En dan zal er ook gewoon ruimte vrijgespeeld kunnen worden.
En als je ook denkt aan extensivering, dus minder koeien per weiland, om dus die mestproblemen dus op te lossen, dan kun je dus ook denken van zet er ook gewoon wat zonnepanelen verticaal in. Dan heb je NN, die boer die verdient ook wat geld. Ja, en die hoeft maar daar zijn we al jaren verder, denk ik, eer de boeren zover zijn dat ze een deel van de koeien wijdoen. Nou, ja, ja, en met nou, dit, ja. Dit nieuwe kabinet kiest volgens mij weer voor uitstel, maar uiteindelijk schuift dat 20 jaar voor ons uit. Ja. Maar, ja, waar je dus ook wel misschien een draagvlak mee zou kunnen krijgen, en dat is, we werken sinds kort met de Omgevingswet en binnenkort komt de Omgevingsvisie in de Raad. Ja. Ja, kun je daar iets over uitleggen? Nou, dus vroeger hadden we bestemmingsplannen en we hadden allerlei regelingen, ook over geluidsoverlast, licht, we hadden heel veel wetten en die is nu samengevat in één wet, de Omgevingswet. Dus als je nu een vergunning aanvraagt, gaat het ook via een ander systeem. Bestemmingsplannen bestaan in principe niet meer. Waar we nu mee bezig zijn, is een omgevingsvisie opstellen. Dus een visie op hoe Boksel er over alle jaren uitziet. 2040 moet uitzien. Ja, en de volgende fase is omgevingsplannen. En wat je daar veel meer in kan doen, is één integraal plan voor een heel gebied opstellen. En daar kun je dus ook mensen wel makkelijker in meenemen, dat je gaat laten zien van jouw woonomgeving, daar hebben we op lange termijn deze plannen in. En daar kunnen dus zonnevelden wellicht inpassen, maar dan kun je ook een volledig plaatje laten zien. Dit gaan we ook doen. Ja. En dus dan kun je ook proberen om minder met zo'n los initiatief, dat overvalt mensen. Terwijl als je ook veel meer nadenkt en ook veel meer stuurt op gebiedsvisies en echt een gebiedsontwikkeling, dan kun je daar ook als gemeente veel beter op sturen en mensen ook volgens mij beter in meenemen. En dat gaat dus ook over verkeer, over waar zitten je voorzieningen, waar wil je woningen uitbreiden. Wij als partij tegenaan lopen is dat heel veel als we nu verandering willen, dan is heel vaak het antwoord, ja dat komt in een omgevingsplan, dat gaan we bijvoorbeeld de groennorm, dat is eigenlijk het volgende onderwerp, ja dat kunnen we wel meenemen in een omgevingsplan, maar dat duurt jaren. Dus ja, dat duurt jaren. Zo eens even gaan kijken, we hebben een plaatje van waar de zonnevelden in Boksel zouden moeten komen. Kun je er iets over vertellen? Ja, vier grote locaties. De bovenste is tussen de Renbaan en de Essenbaan. Die wil de gemeente zelf gaan ontwikkelen. En dat wordt eigenlijk een heel mooi park. Want dat wordt ook eigenlijk een ecologische verbinding tussen de Campine en Sparrenrijk. En dus die is ook heel ruim opgezet. Dat er komen ook panelen die kunnen kantelen. Dus daar is ook heel veel plek voor groen eigenlijk onderdoor. Dus dat is ook echt winst voor de omgeving. Want nu is het landelijk gebruikt en wordt er best veel mest en ook wel gif gebruikt. En daar ben je dan helemaal vanaf. Dus dat soort voordelen vergeten mensen nog wel eens. Dus een zonnepark is om dichtbij te wonen gezonder dan agrarisch gebruik. Ja? Ja, echt waar. Ja. En vooral als je pech hebt en een lelieveld krijgt, want die staan helemaal bol van de gif. Ja, maar ik heb ook gelezen dat tussendoor dat zonnepanelen dat toch giftige en zware metalen kunnen uitspoelen in de grond. Is er allemaal bewezen dat het niet zo is? Nou, die stellages zijn meestal van aluminium. Dat spoelt wel enigszins uit. En kijk, vooral die daar, valt die weg, maar die in het midden links. Kun je een plaatje nog even terugkrijgen? Ja, vertel me. Die daar in het midden links, dat is volgens mij de Loksvenseweg, dat is Lennersheuvel, achter de schoffel. En die hebben daar ook over geklaagd, want die hebben een bioloog en die willen dus zijn bang dat ze daardoor dat keurmerk verliezen. Ja. Maar dan kun je ook zeggen, nou doe het dan daar op houten palen. Hè. Je kunt bijvoorbeeld doekelaspar, hoef je helemaal niet te bewerken. Kan dat 20 jaar gewoon weer versnipperd en verbrand worden of hergebruikt worden. Dus er zijn echt wel mogelijkheden en daarom is het ook belangrijk dat mensen op tijd meepraten en niet alleen maar zeggen nee. Ja. Oké, maar worden hier nou die zonnevelden met iets gecombineerd of zijn die? Nee, deze zijn wel dus allemaal dat ze maximaal 75% vol mogen liggen. Maar ik lees hier dat er een rem is gezet op de aanleg van zulke zonnevelden. Dat klopt, maar die al in gang waren, die mogen door en dan is ze zeggen vergevorderd. Of het is een beetje een definitie kwestie, ja. Maar als ze dan al met de participatie begonnen zijn, dan is het al vergevorderd genoeg in ieder geval. Ja, dus omwonenden, maar meer mensen hebben dus die vraag gesteld, oké, dit is nu, die brief is vanuit de landelijke politiek gekomen, vanuit het ministerie, daar komt een rem op en daar werd vergevorderd in genoemd. En vervolgens heeft, als reactie daarop, heeft de gemeente dus advies ingewonnen bij de provincie van hoe moeten we vergevorderd nou lezen. Kijk, al die zonneparken die doorlopen natuurlijk dezelfde procedure. Dus je kunt
erover discussiëren welke stap je in de procedure moet zijn, wil het vergevorderd zijn. Ja. En hier is dus door de provincie geordend dat dit vergevorderd genoeg is. Ja. En hoe kunnen mensen nou meepraten? Want ze krijgen dit op een gegeven moment onder ogen. Zeggen ze, hey, bij ons achter komen zonnepanelen. Ja. Hallo? Weet ik niks van. En dan zegt men, ja, stond in het Brabant Centrum, had je op de website kunnen lezen. Maar ik kan me toch voorstellen, vooral wat oudere mensen, dat die denken, ik weet van niks. En bijvoorbeeld de eerste baan, daar hebben we het denk ik al 8 jaar over. Dus dat kan niet helemaal als een verrassing komen. Als het dan eenmaal zover is, ja, dan komen mensen natuurlijk toch in actie, want zo werkt het natuurlijk. Als mensen ermee geconfronteerd worden, dan... Ja, maar ik denk dat mensen het niet in de gaten hebben, want een paar weken terug was er een avond van transitie Boksel in de Biep en die liet ook gewoon de voorbeelden zien hoe het wordt. En dat is dan niet een heel veld vol. Nee, daar zit heel veel mooi groen tussendoor en het ziet er komen vogeltjes, insecten, bloemen, bijen, allerlei verschillende bloemen en planten. Ja. Die mensen gaan er eigenlijk echt op vooruit, maar het is vooral ook vaak de angst. Ja, maar daarom denk ik, er zijn waarschijnlijk avonden waar dat uitgelegd wordt. Ja. Maar dan moeten dan zoveel mogelijk mensen naartoe komen. Ja, vaak zie je er maar een handjevol. Nou, dat valt toch wel tegen, want ik ben nou 2 keer bij zo'n bijeenkomst in Lennepsheuvel geweest. Maar de eerste keer kon er gewoon geen uitleg zijn. Mensen zeggen gewoon, nee, we willen het niet. En dan einde discussie. Ja, dan wordt het heel lastig, hè. Ja. De tweede keer was het een heel stuk beter. En waarom willen de mensen het niet? Wat geven ze dan als reden op? Het is... Alles goed, maar niet bij mij achter in de tuin. Dat is ook wel vaak het idee natuurlijk. Ja. Dat zie je natuurlijk bij alle ruimtelijke ontwikkelingen. En dat is ook te begrijpen, hè? Want het is gewoon alles wat in je eigen leefomgeving verandert, is natuurlijk spannend. Het is ook deels het onbekende en deels ook terecht natuurlijk. Ja, deels het onbekende en dit wat je zegt, het wordt veel mooier dan de velden die we kennen. Bijvoorbeeld bij arbeidsmigranten, ja, dat kun je zo mooi maken als je wil, maar ik snap die omwonenden van Vrilkoven goed, want dat wil je niet. En het is... politiek en bestuur is altijd met een afweging. Je moet beslissingen maken en je moet dus, net zoals met de Baroniestraat, je moet voor de gemeenschap beslissen wat het belangrijkste is. En dat daar mensen individueel nadeel van ondervinden, dat moet je dus tegen elkaar afwegen. Wegen de nadelen voor een aantal mensen op tegen de voordelen voor een andere groep of voor de maatschappij of voor onze duurzaamheid. Je gaat er wel vanuit dat die zonnevelden nadelen hebben. Kijk, bij Vrilkoven snap ik het helemaal. Daar zou ik zelf ook echt niet blij mee zijn. Maar dit, dan zou ik denken, nou, ik zou er graag wonen hoor. Want nee, maar ik zeg juist toch, wat jij net zegt, dat mooier wordt dan andere velden, dat betwist ik niet. Nee, oké, maar je zegt nadelen. Ja. Maar dus, kijk, bij arbeidsmigranten heb je... Maar is het geen oplossing om gewoon zonnepanelen, we hebben zoveel bedrijven, om de bedrijven daken vol te gooien met zonnepanelen? Dat moet ook. Want voorlopig is ons stroomnet überhaupt niet berekend. Nog niet berekend op alle daken, dus voorlopig zouden we eigenlijk met de daken al vooruit maar kunnen. Dat is vanaf 2029 verwacht Enexis dat hier opgelost te hebben. En dan is ook ongeveer, denken wij, dat de vergunningen voor die zonnevelden wel gereed zullen zijn. Maar daar gaat nog wel wat tijd overheen. Ja. Want ik denk dat er nog wel wat procedures komen. Dan is dat ook gelijktijdigheid. Maar je ziet ook wel dat er nou ook steeds meer gebeurt. Want die zonnevelden mogen nog maar voor maximaal 50% van het piekvermogen aangesloten worden. Okay. En dan denk je, dan verlies je veel mee. Dat valt ontzettend mee. En waarom is dat? Omdat je dan minder dikke kabels nodig hebt. Okay. Want die netbeheerders die moeten eigenlijk gewoon inplannen dat alles maximaal vermogen levert of vraagt. Maar dat gebeurt eigenlijk hoogst zelden. En als ze dat dan aan de voorkant al afkaderen, dan zal dat niet gebeuren. En ook... In het vervolg moet er ook gewoon batterijopslag bij. Ja. En dan kun je het ook nog een stukje verschuiven naar de piekmomenten qua vraag. We zien nu al dat op piekmomenten, we hebben al zoveel opwek in Nederland, dat op piekmomenten in de zomer is de stroomprijs gewoon negatief. Omdat we gewoon zoveel stroom produceren duurzaam, dat het geld kost om er vanaf te komen. Ja. En dat ik wil eigenlijk naar het volgende onderwerp. Ja. Kan ik concluderen dat combinatie 95 gewoon helemaal voor is en D66 toch... Onder voorwaarden, en dat is los even oordelend over dit proces, over deze zonnevelden, want wij zijn ook, we zien ook dat die transitie gewoon moet. Dus linksom of rechtsom moeten we die transitie doormaken. En ons buitengebied, met name het buitengebied, zal daardoor veranderen. En dat met windmolens krijgen we straks exact dezelfde discussie. Dus, ja. Die komen er ook nog een paar aan als het goed is. Ja. Wel voorstander, maar niet kosten wat kost. Maar je zit dus nog niet zo lang bij D66, toch? Bij D66 zit ik al lang, maar ik ben nog niet zo lang hier in de politiek. Nee. Nou, heb je dan wel eens dat je mee moet gaan met wat de meeste vinden? Landelijk, maar wat D66 landelijk vindt.
Binnen onze partij? Ja. Nou ja, wij zijn sowieso een democratische partij, dus onze standpunten worden bepaald door onze leden. Ja. Dus dit soort dingen bespreken we ook met onze leden. En ja. Nou, het verkiezingsprogramma, daar benoemen we het ook. Dus dat, ja, ja. Oké, okay, hartstikke goed. Het volgende onderwerp, ook een flink onderwerp. De gemeente Boksel staat voor de enorme opgave om tot 2030 ruim 1300 woningen te realiseren. Dus ik denk dan dat is wel heel veel. Dat is ook heel veel. En de eerste vraag is hoe? Ja, bouwen, hoor je dan te zeggen. Maar dat is natuurlijk ook al die projecten duren heel lang. Je ziet nou dat het groot project wat nou ongeveer afgerond is, Heem van Celis, 450 woningen. Als je ziet hoe lang dat geduurd heeft. Ja. Ja, dit is wel heel ambitieus. Maar ja, als je geen ambities hebt, dan weet je zeker dat het niet lukt. Ja. Maar nou heeft het college heeft pas vastgesteld dat er toch nog een stuk of 40 inbereidingslocaties zijn in Boksel. Daar word ik wel een beetje bang van, want ik denk, dan verdwijnt al het groen, maar goed. Ja, 40, dat is de longlist, waarbij er heel veel afval omdat het niet realistisch is. Maar dat is volgens mij gewoon, er komt een veel kortere lijst van een handjevol van kansrijke, waar ze zien, qua eigendom, qua ruimte, ja, bestemmingsplan, dat het zou kunnen. Waarbij ik wel wil zeggen, inbreiding kost niet per se ruimte voor groen, en dat ligt dus maar net aan hoe groen je het inpast, hoe groen je het gebouw zelf, ja, maakt, of het een groen dak is. En hoe, ja, je kunt het hebben over kwantitatief groen, maar... Ja, je praat als een architect, dat komt, je bent architect. Ik ben architect, ja. Ja, dus ik vind ruimtelijke kwaliteit ook heel belangrijk, en dat heb je het ook over kwantitatief groen. Een grasveld is kwantitatief groen, je kunt heel veel vierkante meters grasveld hebben, maar voor biodiversiteit of klimaatadaptatie doet het, ja, relatief weinig. Dus als jij gaat inbreiden op een heel groot grasveld, maar je voegt daar dan juist veel beplanting aan, ja, toe en wateropvang met wadi's en zo, dan kun je juist nog een veel betere omgeving ook voor de omwonenden, ja, creëren. Maar hoe gaan we nou die 1300 woningen realiseren? Ik bedoel, inbreiden en uitbreiden. Ja. En dat... Kun je inbreiden nog eens even uitleggen aan de mensen? Inbreiden betekent, we hebben zeg maar een bebouwde kom, waar de meeste huizen staan. Maar daar zijn nog plekken over. En daar ga je dan woningbouw creëren. En dat hebben we in het verleden dus gedaan bij de voormalige basisschool De Beemden. Dat is nu, wordt nu bijna opgeleverd. Joost heeft volgens mij nu de appartementen in de verhuur gezet vorige week. Binnenkort, vorige week hebben we het bestemmingsplan Ronduutje vastgesteld. Dat de oude Molenwijkschool staat. Dus ja, soms vervalt een gebouw. En dan kun je dat in ja, woningbouw, maar je kunt ook... Ja, maar bijvoorbeeld een goede plek is daar langs de Schijndelse weg, richting Schijndel dus. Daar is zo'n driehoek, daar kunnen nog wel een heel aantal woningen komen staan. Ja, ook. Alleen is daar met de grondeigenaar, die wil liever niet nee, sociale woningen. Okay. Die leveren natuurlijk ook wat minder op, dus ja, daar is de gemeente, ja, nog niet helemaal over uit. Maar, ja. En inbreiden kan ook optoppen zijn. Ja. Ik zeg niet dat de Hoogheem allemaal een verdieping erop moet krijgen, maar ja, dat gebeurt ook vaak. Vind je dat zelf dan? Nee, dat gaan we niet doen. Maar wat nou heel veel in het nieuws is, is het ronduutje. Ja. Dat staat op het punt om, we zitten eigenlijk te wachten tot het bestemmingsplan is vastgelegd. Ja, dan ben ik eigenlijk benieuwd hoe dat dan begint. Dus op een gegeven moment staat daar de Molenwijkschool, wordt afgebroken en dan heb je er een perceel over. En dan? Wat gebeurt er dan? Ik weet zo niet uit mijn hoofd, weet jij wie de grondeigendom op dat moment had? Van dat is de gemeente. Dus de gemeente, en die heeft het verkocht aan een projectontwikkelaar. Is dat niet via Joost gelopen? Ik dacht er zit een projectontwikkelaar die heeft een plan ontwikkeld en Joost heeft dan weer een afspraak met die projectontwikkelaar om een aantal woningen af te nemen om in de verhuur te doen. Volgens mij is dat zo. Maar dat weet ik niet. Ja, nou, dat is dan, en dus een projectontwikkelaar of een initiatiefnemer zoals we die dan noemen, die ontwikkelt dan een plan en die gaat in gesprek met Joost. Wat willen zij aan type woningen? Die gaat in gesprek met de gemeente. Wat wil de gemeente daar realiseren? Ja, want we hebben het over, ik lees het even, over 12 sociale huurwoningen, 6 koopwoningen en 2 in de vrije sector. Ja, dus dat is dan een onderhandeling. De gemeente wil bijvoorbeeld veel sociale huur als eis. Maar ik denk dat ze ook al ingezet hebben op groen, maar dat was een beetje mislukt, denk ik. Maar ja, omheen valt het mee. Wil ik even laten zien, want dan krijg je de eerste opzet en daar hebben we een foto van. Dat is deze. Ja, als je naar die foto kijkt, dan denk ik, jongens, ja, de huizen, groen, in een groen Boksers Knollenland ga ik wonen. De huizen zijn lichtgroen en de tuinen zijn allemaal groen. En ja, dat is, ja, ik weet niet of dit plaatje zo bedoeld is om
om te misleiden, dat denk ik niet. Maar, nee, want zo was het wel. Want die bomen eromheen, die staan. Ja, het lijkt en er groen. Die bomen ervoor ook. Maar heel specifiek, en de wethouder heeft het ook aangegeven, het lijkt een beetje een plan wat niet meer van deze tijd is. Nee, maar ik bedoel, als ik dit zie, en er stond ook nog een foto van het ronduutje groene bomen, en ja, er wordt nog genoemd bomen, maar als je dan goed kijkt, dan, ja. Want jullie als D66 hebben er ook op iets ja, van, zeker. Hebben gezegd van, hey, ja. Ja, wij ook hoor. Ja, oké, okay, jullie ook. Ik kom naar Sven, nee precies, en daar vinden we elkaar ook wel. En wat dan het lastige is, wij krijgen zo'n bestemmingsplan in de gemeenteraad, als er al een heel traject onderhandelingen met de initiatiefnemer aan het vooraf is gaan, er is ter inzage gelegen voor omwonenden, die hebben een zienswijze in kunnen dienen, dus omwonenden of belanghebbenden kunnen dan bij de gemeente kenbaar maken van, ik heb bezwaar. Maar dan krijgen wij het te zien, en dan, toen zag ik dus van, ja maar, ja inderdaad groen om het plan heen, maar tussen de huizen helemaal niks. Als je dat eerste plan toch al ziet, moet je dan niet zeggen tegen zo'n ontwikkelaar van even terug naar de tekentafel, want we zijn de gemeente, we hebben het over tegels wippen. Hè, gaan we elke maand de wethouder tegels wippen. Aan de andere kant is heel veel behoefte aan woningen en het is, wij hebben een heel hoge parkeernorm in Boxen van 1,8 parkeerplaatsen per woning. Wij hebben dan ook regelmatig vooraf dan een gespreksavond, dan kun je technische vragen stellen. Toen was die bouwer er ook bij en die zei die 1,8 is voor sociale huurwoningen is echt te hoog. Hij had er ervaring mee. Dus daar hebben we toen ook gevraagd aan de wethouder, is daar ruimte om er een paar minder te doen? Ja. En dan worden er dan 3 geloof ik groen ingericht. 3 of 4, en als dat dan blijkt dat daar de buurt mee vooruit dan komt. Dan gaan we een paar jaar kijken of ja. Maar dat is natuurlijk sleutel aan de parkeernorm. Ja, dit is een schets die hebben wij toen. Ja, D66 heeft deze ingebracht. Ja, ik blijf toch een beetje architect, dus ik ga dan toch een beetje zitten peuteren aan zo'n plan. Ze wisselt zo met de petten. Nee, maar dat gaat dus over, ook wel over ruimte kwaliteit. Door een beetje te schuiven met bijvoorbeeld bouwblokken. Hier heb bijvoorbeeld, even als voorbeeldje, dat zijstraatje wat je ziet. Daar heb ik 3 bomen in getekend. En dat heb ik gedaan door de achtertuin net iets kleiner in te tekenen, de bouwblokken net iets te schuiven en daardoor kun je groen in de straat toevoegen. Want wat je op een plattegrond niet zomaar ziet, is dat zijstraatje wat het plan was, een voorgevel, geen voortuin, meteen stoep, auto's. Meteen straat, meteen parkeren, meteen stoep en weer een voorgevel. Bij de buren. Geen voortuin, helemaal. Dus je kijkt bij de overburen binnen, over een auto heen. Ja. En ik denk nog steeds dat mensen heel graag een half meter pak een beet achtertuin inleveren. Om dan aan de voorkant ook naar groen te kijken. Want daardoor woon je veel meer in het groen. En zo'n ruimtelijke ingreep, die was nu te laat. Want dat in het proces is heel moeilijk. Want zo'n bestemmingsplan ligt voor. Als wij zeggen die woningen moeten nog opschuiven, want dan past het beter in. Dan moet het halve proces opnieuw. En dan ben je weer een aantal jaren verder. Maar je bent dan met dit te laat dan, of niet? Ja, maar dit is eigenlijk ook niet de taak van een raadslid. Hè? Wij horen kaders te stellen. Ja. En daar gaat het college samen met de ambtenaren mee aan de slag. Ja. En dan beoordelen wij of ze dat een beetje fatsoenlijk gedaan hebben. Maar hij gaat nou echt op de stoel van doen. Nee, maar hij zegt van, dit is niet zijn taak. Dit is uitvoering, dat hoort hij eigenlijk niet te doen. Ja, maar, het is wel, maar blijkbaar doet de gemeente dat toch niet goed genoeg. Ja. Maar als, en mijn taak is, de gemeente ook, mijn taak als, is ook als, om het werk van de gemeente te controleren. Als hij het doet, die ruimte nemen kan. Een grijze massa, omgeven door groene bomen. Als te veel mensen dit geen goed plan vinden, dan wordt er tegengestemd. Maar uiteindelijk is het wel met resultaat. Want in zo'n proces die bouwblokken opschuiven, dat kan dan niet. Maar er is toch zo meegeschoven dat er wel een haag wordt toegevoegd in die zijstraat. En wat ook een proefballonnetje van mij was tijdens de beeldvormende avond, noemen we dat dan, in gespreksavond. Dat was eigenlijk dat proefballonnetje van, zijn er niet veel te veel parkeervakken? Wat nou als we er 4 niet maken? We richten het groen in. Groen. We kijken over een paar jaar, is er een tekort aan parkeervakken of niet? Helaas, het is toch een tekort, maken we toch parkeerplaats van. Is het zo niet, dan planten we er een boom in en is het definitief een groen vak. En daar heeft de wethouder, en daar waren wij heel blij mee, dat ze daar echt haar best voor heeft gedaan, ook bij de initiatiefnemer. Deze reden is van dus de... Maar daar hebben we ook expliciet om gevraagd. Ja, en dat, dat helpt misschien. Dus die bomen die daarin staan getekend... Wat jij gedaan heeft het nou wel zin gehad of niet? Ja. Nou. Ja, nee, zeg, neem... Dit is het nieuwe woord, hè? Nee. Die bomen in de zijstraat niet, maar dus die 4 bomen in plaats van die parkeervakken ongeveer wel. Oké. Okay. En je zegt misschien de partij die wiebe,
Die komt weer met zijn voorstellen. Maar uiteindelijk wordt het toch allemaal mooier van. Ja. En... Nee, maar kijk, wij hebben er ook gewoon om gevraagd. Dus dat is ook gewoon gebeurd. Dus, nee. Maar met hagen en bomen, ja, dat is altijd wel een probleem natuurlijk. Maar, Nee, maar het is... Het is Nou, het is, er zit natuurlijk onderhoud aan. En als ze dan verdwijnen, dan... Of mensen willen ze juist kwijt, omdat er af en toe een vogeltje op hun auto poept. Of, ja. Ja, maar kijk, de meeste mensen toch wel bomen, is toch wel bewezen. Bomen, ja, bomen in de buurt. Of een worteltje. Of, nee, maar je krijgt... Kijk, hier is dan nog dat de omgeving wel groen is, maar in zo'n straat geen bomen. Eigenlijk is dat niet meer... Dat wil je niet voor, nee. Als prettig wonen, een beetje in de groene omgeving, maar dat wil je ook niet qua... op een zomerdag dat tegenwoordig nee, 40 graden kan worden, ja. Stenen en asfalt en regels. Allerlei plannen voor klimaatadaptatie. Als ik dan, ja, dat bedoel ik. Als ik dan even, tegeltje wippen en dan, als ik dan ja, even, tegen de hits. Ja, als ik dan even groter maak, dat zie je bijvoorbeeld in Centrum en Breukelen. Als dat in een veel groter gebied is dan bij 20 huizen waar je gewoon te weinig groen hebt. Waar huizen, omdat ze gewoon oud zijn, heel dicht op elkaar zijn gebouwd met kleine tuintjes. Dan heb je in de zomer gewoon echt hittestress. Hittestress is... dat overdag de zon zo hard inschijnt en niet wordt gefilterd of gedempt door groen, dat het een paar graden warmer wordt. En nog erger is, huizen, stenen nemen warmte op en 's nachts geven ze die af. Dus waar jij in het buitengebied lekker 's nachts de ramen open doet en het waait lekker door, heb je in het centrum, in Breukelen, blijft het veel langer gewoon tegen de 30 graden en dan kun je helemaal niet door. Dat was er pas nog op het nieuws, hè, dat er heel veel miljoenen woningen met hitte gevaar. Ja, en dan ga je weer airco's aanschaffen, dat wil je ook niet. Zo kun je elektriciteitsverbruik, hè, dus, dan moeten we nog meer zonneparken neerzetten. Als je net zegt, er is steeds vaker op zonnige dagen een overschot, is dat misschien nog minder erg. Bij airco's is dat minder probleem dan met warmtepompen in de winter. Nou, maar, het grote voordeel van die airco's, als ze ook kunnen verwarmen, is het een heel efficiënte manier. Ja. Desiree, de wethouder, zei ook, die hoopte dat snel de schop in de grond kan, wat het ronduutje betreft. Maar er zou, als mensen kunnen toch nog bezwaren maken, of dat hoe werkt dat altijd, ja. Je kunt naar de Raad van State stappen. Hè? Dus je hebt omwonenden, die hebben dus een bestemmingsplan ligt er inzage. En vervolgens kun je daar dus een zienswijze indienen, heet dat dan. En dan zeg je wat je er niet goed aan vindt, daar reageert de gemeente op. En wij als gemeenteraad... Die keuren dan goed of die reactie op die zienswijze, of we daar wel mee eens zijn, of we ons daarin kunnen vinden. Maar daar gaat hoe lang overheen als ik nou morgen een zienswijze indien? Die zienswijzen zijn nou klaar, maar nou moet je het hoger opzoeken. Het ligt 8 weken ter inzage en daarna wordt dan het ontwerpbestemmingsplan definitief gemaakt. Heb je het over maanden? Ja, daar gaat maanden overheen voordat dan bij ons komt. En dan stemmen wij erover en dan kunnen dus indieners van de zienswijze kunnen dus ook politieke partijen gaan aanspreken als ze willen. Van, ik heb wel een zienswijze die, maar ik ben niet tevreden met de reactie van de gemeente. Of ze hebben het plan niet aangepast. Ja. Dat had ik wel gewild. En daar debatteren wij dan over. En uiteindelijk stemmen we dan wel of niet in met het bestemmingsplan. Ja. Maar vervolgens, de voorstap is, ze kunnen tot de Raad van State gaan. Er komt nog een omgevingsvergunning waar je weer bezwaar tegen kan maken. Dus er zijn best wel veel stappen waar je als inwoner... En daar wordt tegenwoordig bijna al het gebruik van gemaakt. Hè? Daarom duren al die projecten zo lang. Ja. En bij inbreiding nog vaker dan bij uitbreiding, want bij inbreiding heb je heel veel omwonenden die uitzicht verliezen, schaduw, noem maar op, parkeeroverlast. Ja, dus daardoor duren die trajecten gewoon heel lang. Het ronduutje, dat heeft andere oorzaken, maar Molenwijk School is daar echt al heel lang, weg. Ja. De kinderen hebben op school gezeten, die waren al heel lang weg. Ja. Ja? Ja. Nou, dat is ook wel een mooie locatie, de Dommel, maar... Maar, die versteende omgeving vergroenen... we staan voor een hele grote opgave om onze bestaande wijken te vergroenen. En daar vind ik dat er meer werk van gemaakt moet worden. Dat heb ik geprobeerd voor elkaar te krijgen, is niet gelukt in de kadernota, twee keer terug. Maar onze nieuwe wijkjes, ook zo'n ronduutje, daar moet je om te beginnen al... hoge ambities op groen hebben, want anders moet je daarover, zeg je over 20 jaar, nu moeten we weer gaan vergroenen. Ja, dus. ik moet gaan afsluiten. Ja. Ben je positief? Is een algemeenheid ben ik dat positief? Waar we het nu over de groen, jij bent van het groen, een mooie groene blouse aan, groen-blauw, groene blouse aan. Jij bent van het groen, positief dat, Ik ben positief over de ambities die we hebben vastgesteld, maar ik ben nog niet tevreden genoeg over de snelheid van uitvoering en de ambitie van uitvoering. Dat mag wat mij betreft nog een stuk beter. Ja? En bij jullie? Nou, wij zijn ook zeker groen, alleen dat betekent niet dat er nooit een boom mag wijken, maar we moeten natuurlijk inderdaad wel rekening mee houden, want...
het wordt wel steeds urgenter dat we daar iets aan doen. Dus ook met die, ja, nou valt deze zomer nog wel mee, maar we hebben natuurlijk wel andere meegemaakt. Ja, het was niet eens een zomer dit. Nee, het was meer een hele lange herfst, maar ja. Het is ja, een paar bomen, dat kan heel veel graden verschil maken. Ja, toch? Dus, ja. Moet ja, misschien toch duidelijk zijn. Coalitie-oppositie-combinatie, is een nou, keer budget ervoor. We zijn ook heel lang een coalitie geweest. Hè. Dat zeker, ja, 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 ja. Voor mijn tijd. Toen alles nog mooi was. Goed was. De goede oude tijd. Ja, nou, ik wil jullie hartelijk bedanken en heel veel succes wensen met jullie plannen. Dankjewel. En dat al jullie ideeën maar uit mogen komen. Ja, nou, we komen graag nog eens een keer erover praten. Dat doen we. Ja. We hebben nog een groene kaart en zo over die bomen. Moet ook nog een keer over hebben. En dan dank ik de mensen thuis voor het kijken en tot de volgende keer.